Nou, dames, klaar voor de start. Hola! Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, gaan over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaatje. We staan hier met de winnaar van de hoge hakkenrace, Arianne. Hoe was het om te doen? Het was nog. Ik moest echt hard rennen. Want we deden met verschillende leeftijden mee. En de jonge meisjes die renden zo hard. Ik moest wel echt nog mijn best ervoor doen. Ik had niet verwacht. Wat had je verwacht? Dat het zo langzamer zou gaan? Ja. Ik heb veel moeten rennen voor de trein en dan deed ik het liefst op hakken. Dan hoorde iedereen goed dat je eraan kwam. Maar nou, nu moest ik moest wel echt mijn best er nog voor doen. Okay. Hey, en het geheim is dat je het niet op deze schoenen hebt gedaan, klopt dat? Ja, dat klopt, want deze zijn een stuk hoger dan de andere. Ik heb thuis gezocht naar de laagste hakken. De 7 centimeter die vereist was. En dat helpt wel mee. Hoe hoger, hoe lastiger. Ja. Gefeliciteerd. En wat was de prijs? Ik heb geen idee. Ik heb een tas gekregen. Ook zien. Oké, de winnende hak. Ja, net 7 denk ik, hè? Net 7, nee, of niet? Nee, ruim 7. Ja, ruim 7? Oké. En de prijs? Ik heb geen idee. Ik heb het nog niet opengemaakt. Hartstikke leuk. Geef je schoen terug. Ja. De winnende schoen. En gefeliciteerd. Bedankt. Hoeveelste ben je geworden? Eerste. Ben jij eerste geworden? Ik dacht dat die andere dame eerste was. Nee, het is van de tweede ronde. Jij bent eerste van de eerste ronde geworden? Van de tweede ronde? Ja. Oké. En jij? Ik ben bij de eerste ronde tweede en bij de tweede ronde tweede geworden. En je gewoon stabiel op 2 sta jij? Ja. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Hey, en was het spannend om mee te doen? Een beetje, maar was wel heel erg leuk. Had je ook op die schoenen getraind? Nee, ja, niet heel vaak, maar ik had wel een paar keer gelopen. Ja. En jij, had je ook getraind op die schoenen? Nee, ik heb gewoon. Ik dacht niet oefenen, gewoon doen. Ja. Jij dacht, we gaan er gewoon voor klaar mee. Ja. En hebben jullie nu, zijn jullie blij dat jullie meegedaan hebben? Ja. Ja. Goed gevoel over? Ja. Volgend jaar weer meedoen? Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs. Ik sta hier met Anita Telkamp, de organisatrice van Hoge Hakkenrace. Hoe ben je hier nou toch bij gekomen? Ja, het was echt een hele spontane actie. We hebben eigenlijk altijd workshop high heels gegeven. Dus leren lopen op hoge hakken. Dat is blijven hangen bij de mensen. Ze hebben nog steeds vraag naar van God, wanneer organiseer je dat nog weer eens? Waarvan ik dacht van ja, niet weer, niet nog een keer. Ik wil eens wat anders. En toen dacht ik van nou, weet je, hoge hakkenrace. Toen kwam Gien Verkester langs en die vroeg ook weer van joh, ik had iemand gesproken, wanneer geef je weer een workshop? Ik zei nee Gien, we gaan een hoge hakkenrace. En dat is zo'n explosie en leuk ontvangen dat we gelijk de koppen bij elkaar hebben gestoken met een paar winkeliers. En iedereen reageerde enthousiast en dit is het resultaat. Hartstikke leuk!